voel je dat de achterkant lekker meestuurt. Wel meer dan een beetje zelfs. Hij, zie je? Dat was toch een ESP-ingreep. Staat natuurlijk een soort van half af. Hier staat hij dan. Eindelijk, na al die jaren wachten. Of wachten, misschien was het meer al die jaren onszelf er tegen verzetten. Het is namelijk de nieuwe BMW 1-serie en die heeft geen achterwielaandrijving meer, maar voorwielaandrijving in de basis. Ja, daarmee gaat in ieder geval toch een stukje karakter van het model weg. Maar ja, zeggen ze bij BMW, we kunnen niet anders. Hè? Platformdeling met Mini. En de markt die vraagt nou eenmaal om auto's in dit segment die zo ruim mogelijk zijn. Het was niet meer te combineren met in de lengterichting geplaatste motoren. Afijn. Laten we het er niet meer over hebben. Het is zoals het is. Nieuwe 1-serie. Voorwiel aangedreven. Behalve dan in ieder geval misschien deze versie. Dit is namelijk de M135i. We trappen meteen af met het topmodel. En die is voorzien van X-Drive vierwielaandrijving. Geen zescilinder helaas meer. Net zoals de M140i van de vorige generatie. Maar een viercilinder turbo. 306 pk. 450 Nm. Achttrapsautomaat. En dit ding concurreert dus met auto's als de A35 AMG, Golf R, Audi S3, afijn, dat soort, zal ik zeggen, net de subklasse van niet super, super snelle hatches, maar meer auto's die gekocht worden primair voor dagelijks gebruik, maar met een sportief randje eraan. Kost circa 60.000 euro, prijs weet ik nog niet helemaal op dit moment, maar de richtprijs van BMW is 60.000 euro. Nou, daarmee is hij alvast een stukje goedkoper dan bijvoorbeeld de A35 AMG. Het is een hele smak geld natuurlijk voor een C-segment auto, zelfs als het een premium apparaat is. Maar hij komt natuurlijk ook met goedkopere motoren. 118i zal in Nederland zeker de populairste worden. Die is er vanaf 34.000. Ja, dat lijkt natuurlijk al ergens op. Maar ja, wat we natuurlijk het allerbelangrijkste vinden, kan de 1-serie zonder achterwielaandrijving ook nog steeds overtuigen als stuurmansauto. Ja, wat betreft de echte voorwiel aangedreven versies moeten we daar nog even op wachten. We gaan nu alvast met deze X-Drive aan de slag om te kijken of er in ieder geval nog iets van dynamiek inzet. Nou, zoals hij eruit ziet, in ieder geval redelijk wel. Het is wel typisch weer zo'n auto die je in het echt moet zien om te kunnen waarderen. Op de foto's was ik niet helemaal kapot van. In het echt, de grill is inderdaad vrij groot. Hij is niet meer zo karakteristiek als de vorige, maar hier zou ik best wel in durven voorrijden. Enfin, laten we in het interieur gaan kijken, een stukje rijden. En eindelijk antwoord vinden op de vraag of BMW de 1-serie heeft vermoord of dat hij nog gewoon lang verder kan leven als voor- of vierwielaandrijver. En dat rijden, dat beginnen we rustig aan en dat doet niet zomaar. Nee, dat is omdat de eerste kilometers dat je in deze M135i X-Drive rijdt, dan meteen opvalt dat hij vooral vergeleken met Mercedes A35 AMG een stuk comfortabeler is. Het is, BMW heeft echt er zeker voor gekozen om deze auto bovenal dagelijks bruikbaar te maken. Zonder concessies aan comfort. We rijden die ook met 18 inch, niet de optionele 19 inch wielen die je er ook onder kunt krijgen. Pirelli P-Zero's, dus wel bandjes met lekker veel grip. En sportbandjes hebben vaak ook wel wat stijvere wang. Maar dan nog, qua alles, qua afrolcomfort, qua geluid, de stoelen, het is eigenlijk, als je niet weet waar je mee onderweg bent, is het op dezelfde manier dat bijvoorbeeld een Golf R dat ook is. Een auto waar je echt zonder enige concessie aan comfort dagelijks mee kunt rijden. Ja, dat roept natuurlijk wel het vermoeden op dat er ook nog wel een nog snellere, extremere versie gaat komen. In ieder geval van de 2-serie gaat dat natuurlijk al gebeuren. Kijk, ze zijn bij BMW natuurlijk niet helemaal gek. Ze maken deze 1-serie voorwiel aangedreven. Maar de 2-serie, de coupé-versie, die wordt gemaakt op de basis van een soort ingekort 3-serie platform. Dus die krijgt nog wel gewoon achterwielaandrijving voor de echte liefhebber. En dan waarschijnlijk dus ook gewoon een dikke vette 6-cilinder met 340 pk. Nu de M135i. Nou, één ding weten we dus zeker. Comfortabel is hij. Kijken we in het interieur. Het is niet op dezelfde manier dat zo'n Mercedes A-klasse dat is. Een echt zo'n in-your-face bling interieur met veel glimmers. Het is weer gewoon een soort wat BMW heel typisch doet. Een soort zakelijk, maar ook wel met sportief randje. Natuurlijk zeker in deze M-uitvoering. Toch wel gaaf gedaan. De hele lijnvoering. Alle lijnen die je voor je ziet, die wijzen eigenlijk naar één soort verdwijnpunt. Wat ergens recht voor je ligt. Wat een soort van dynamische
karakter eraan geeft. Netjes gebouwd, gewoon op hetzelfde niveau als de concurrentie is, zeg maar. Als je een beetje gaat drukken en draaien, dan is het allemaal wel rock solid. Oké, comfortabel kan hij dus. Maar ja, daarvoor zijn we natuurlijk niet hier. Dus gaat die vinger eerst naar de sportstand. Achterrapsautomaat in manual. En dan is de vraag, kan die een beetje tot leven komen? Nou, als het om absolute snelheid gaat, de stoplichtsprintjes, ook niet onbelangrijk in deze klasse, kan die gewoon een aardig potje meeblazen. 4,8 seconden naar de 100. En dat gaat dan van zo. Te makkelijk natuurlijk. Vierwielaandrijving. En dan is 306 pk natuurlijk helemaal niks. En sowieso kom je aan tractie niks tekort. Want het heeft ook nog eens, jawel, een mechanisch sperdifferentieel. Torsensper. Wat ook nog eens met remingrepen wordt geholpen. En als er dan ook nog vermogen overblijft wat niet aan de vooras gesleten kan worden. Dan kan het dus ook nog naar achteren. Maximaal 50-50 is de gewichtsverdeling. Of de vermogensverdeling, koppelverdeling. Dus je kunt niet, zoals bijvoorbeeld in een Focus RS, echt met het gas sturen. Maar goed, dat zijn natuurlijk dingen die misschien wel voor een eventuele Uber-versie worden bewaard. Maar de vraag is natuurlijk, kun je met deze auto sportief rijden? Nou ja, dat hangt natuurlijk altijd van een paar dingen af. Hoe reageert hij op gas los? Nou, dat doet hij heel aardig. Er zit wel een beetje lift of overstuur in. Dus als je me de bocht in knikkert, doet de ESP uit. In ieder geval voel je dat de achterkant lekker meestuurt. En wat meer dan een beetje zelfs. Hij, zie je? Dat was dus toch een ESP-ingreep. Staat natuurlijk een soort van half af op dit moment. En het komt omdat er ook, zoals ik al zei, er zit een soort nodige weekheid in het onderstel. Of ja, weekheid is eigenlijk niet het goede woord. Een soort zachtheid. En daardoor duikt hij lekker op zijn neus, ontlast hij de achteras. En die stuurt dan mooi kloek op de bocht mee in. En zo gauw je op het gas gaat, ja. Dan voel je dat sperdifferentieel een beetje zoeken naar tractie. Daardoor komt de besturing een beetje tot leven. Ik zeg een beetje. De besturing is absoluut niet een van de sterkere punten van de auto. Hij is zeer direct. Er zit zeg maar een beetje weinig gewicht in. Eigenlijk, heel eerlijk gezegd, krijg je bijna geen enkele feedback van wat er bij de voorwielen gebeurt. Dat moet je echt, zal maar zeggen, uit de informatie die uit je stoel binnenkomt, moet je eigenlijk een beetje aanvoelen hoeveel grip er nog is. Behalve dus als je op het gas gaat en dat sperdifferentieel en het remsper een beetje beginnen te werken om het vermogen op straat te krijgen. Dan begint het stuur een beetje in je handen te trekken en dan komt die auto toch wel heel aardig tot leven. Meer nog dan de meeste concurrenten in dit segment doen. Want ja, een Golf R, supersnel in rechte lijn, maar valt eigenlijk niet zo heel veel lol mee te beleven natuurlijk. Hetzelfde geldt ik voor de Audi S3. A35, die doet het door heel scherp in te sturen alweer een stukje beter. Maar echt liefde op het eerste gezicht, ja, dat is ook weer niet wat je met dit apparaat krijgt. Het is niet zoals de 140i, M140i van de vorige generatie, dat was een achterwielaandrijver, zo'n klein autootje met 340 pk. Kijk, de motor is ook, het is weer typisch zo'n moderne turbomotor, vooral heel erg goed en zuinig zijn. En er zit ook wel echt een bak vermogen, bak trekkracht in, vooral in het middentoergebied tussen de 2 en de 5000 toer, blijft die gaan, blijft die sleuren. Maar het is geen echte sportmotor. Hè. Het loopt niet om hem helemaal door tot het rood te trekken. En dan de toerenbegrenzer, die maakt er zo iets voorbij de 6000 toeren alweer een eind aan. En dan sust die motor een beetje in slaap. En daardoor is het weer, zoals zoveel auto's van dit kaliber tegenwoordig zijn, een auto die pas tot leven komt als je echt, echt hard gaat rijden. Ik weet niet in hoeverre dat de bedoeling is. Als je echt, zeg maar zeggen, bij elke snelheid een auto zoekt die je uitdaagt, op dezelfde manier dat een Civic Type R dat doet, of een Megane RS, of een Ford Focus ST, ja, dat is dit niet. Het is inderdaad precies wat BMW zegt, een soort van supersnelle sportieve tourer, waar je echt wel degelijk rijplezier mee kunt beleven. Maar je merkt ook dat alle kantjes een beetje zijn afgerond. Het motortje is, zoals ik al zei, vooral gedienstig. Achterapsautomaat staat ook, schakelt super soepel in de stad en zo. Maar heeft niet, zeg maar, de harde klap of de snelle reactie van een DSG-bak. Die de meeste concurrenten in dit segment gebruiken.
Er zit natuurlijk wel een droog randje aan als je hem in de sportstand zet. Dan schakelt hij met iets hardere klappen. Leuk. Maar er zit altijd toch een klein beetje vertraging in. En zo ook in de gasrespons. Het is dus zoals ik al zei geen sportmotor. Dus als ik hier een derde versnelling zet, weinig toeren, geef nu gas. Nu komt hij pas op gang. En ja, dat blijft ook een beetje zo als je echt aan het scheuren gaat, om maar zo te zeggen. Er zit toch altijd een klein beetje een vertraging in vermogen vragen en vermogen krijgen. Klein beetje vertraging in schakelen en trekken aan de flipper. En de reactie van de bak bij terugschakelen zelfs. Tik, nu schakelt hij pas. Wat ook niet echt helpt is het rempedaal. Dat is een beetje overbekrachtigd. Voelt echt meer als van een stadsauto dan van een performanceauto. Dus de bite die is er meteen. Hij vertraagt zelfs misschien een beetje te sterk. Als je hem een klein beetje indrukt. Als je dan harder gaat rijden. Dan is het een beetje bij vlagen lastig te doseren. En nu we er toch zijn in Duitsland. Ook maar een stukje autobaan meepikken dan. Hoe doet de aandrijflijn het daar? Wel. Wat je hoort is natuurlijk geluid dat via de speakers het interieur in wordt geblazen. Natuurlijk ja, in no time 180, 200 op de teller en dan ligt hij natuurlijk nog steeds als een huis. Maar is het een auto die dan echt bloedsnel aanvoelt? Nou ja, dat helemaal niet dus. Zo op hoge snelheid en is dat rempedaal wat ik eerder wel sterk bekrachtigd noemde. Klopt dan weer helemaal op de autobaan, dan wil je juist die sterke bite hebben als je vertraagt van hoge snelheid. Daar klopt het dan allemaal wel weer. Maar ook op de autobaan qua rechte lijnsnelheid nog steeds niks om instant verliefd op te worden. Het is natuurlijk ook een auto die met bestuurder en benzine en zo wat spullen aan boord al gauw 1600 kilo weegt. En dat komt toch overal wel een klein beetje terug, zeg maar. Ook in rechte lijn. Het is vlot, maar het is niet wauw. Toch een motorbak combinatie die vooral gedienstig is. En op de tweede plaats een klein beetje sportief. Maar als je zo alles op een rijtje zet, dan moet je jezelf natuurlijk ook eerst afvragen, wat heeft BMW met deze auto geprobeerd te maken? Ja, en dan zeggen ze zelf dus, het is een auto die eerst en vooral dagelijks leefbaar moet zijn. En binnen dat kader moet er zoveel mogelijk sportiviteit in. Ja, en als je kijkt naar alle concurrenten die dat in het segment ook doen, ja, dan is het toch wel weer zo, door die mooi meesturende achterkant, door dat spijdifferentieel waarmee je op het gas toch wel mooi bochten uit kunt sleuren, is het al met al misschien toch wel de beste keuze van het stel. Minder leuk dan de vorige, maar wel leuker dan de rest.